Het stadskantoor van Venlo. Een werkplek die zo ontworpen en gebouwd is dat de gebruikte producten voor 100% kunnen worden gerecycled. En het Parkstad Limburg Stadion. Een lang gekoesterd icoon van de provincie Limburg en de thuishaven van voetbalclub Roda JC. De bouwparels van de provincie Limburg ontstaan niet zomaar. Maar één ding is zeker, de bouw maakt het. De regio Venlo heeft cradle-to-cradle-bouw omarmd. Samen met de provincie Limburg werd een stadskantoor gebouwd dat zelf zijn energie opwekt en bestaat uit materialen die hergebruikt kunnen worden. Voor het gebouw is ook al een groen sloopbestek. De groene gevel van ruim 2000 vierkante meter isoleert en zuivert de lucht. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor de besproeiing van die gevel. Ook worden toiletten hiermee doorgespoeld. Speciale planten zuiveren het regenwater, waardoor het ook geschikt is voor de wastafels. Dit laat zien wat er allemaal mogelijk is als je daadwerkelijk investeert in duurzaam bouwen. Het Parkstad Limburg Stadion is een icoon binnen de Limburgse sportwereld. Het voetbalstadion is de thuishaven van Roda JC en biedt plaats aan bijna 20.000 toeschouwers. Tegelijkertijd vervult het gebouw een belangrijke functie voor de regio en de provincie door de diverse faciliteiten in de gebouwen achter de tribune. Zo is Parkstad Limburg Stadion er niet alleen voor de sportliefhebber, maar voor alle inwoners van de provincie. Bouw- en infrabedrijven kunnen onze provincies met de dag mooier maken en Nederland draaiende houden. Tegelijkertijd zijn acties nodig om de ambities van de provincie Limburg te behalen. Alleen als politici de regie pakken en blijven investeren in de bouw en infra, kunnen we samen doorbouwen aan de iconen van morgen.